Nou, dames en heren, even een andere Johnny Wick dan jullie gewend zijn, pardon. Ik ben een beetje zenuwachtig nou, en het is moeilijk om dit te zien. Dit zijn mijn verwondingen. Dit is Eilief, het uitdagertje. Niet opstaan graag, nou oké. Mijn shirt. Dit is, heren dames. Politieaangiftes. Aangifte tegen Joep Johan Kra. En hier, nu wordt het echt interessant. Hier jongens, heren dames. Kort geding. Hier. Ik hoop dat jullie een beetje in kunnen scannen. Of in kunnen zoomen. Ik zal het even voorlezen, want dit is 25. Hier, 25-2017. Hier, ziet u dit? Rechtbank, Midden Nederland. Dank u wel. Oké, dan ga ik proberen hier. Er ligt een beetje. Pardon. Ja, dus even. Nou, hier de kleding ook. Zoals je ziet. Bloed, bebloed. Shirt, mijn Q-shirt. Mijn mooie Q-shirt. 25 april, hier Q van Quake. Quake, Q-shirt. Geen toeval, ik had mijn Q-shirt aan. Nogmaals, de foto's, verwonding. Heren, dames, dat is hier gebeurd. Dit is even een andere uitzending van John Wick. Zoals jullie verwachten, of gewend zijn, pardon. Ik moet dit eigenlijk meer doen, want er ligt een heel dossier. En hier, als je kijkt, listen, klachtenformulier erover. Over Harry Gras, fitteam, Harry Gras. Dit zijn de mensenhandelaar. Dit is mijn procesverbaal. Slachtofferhulp. Ja, ook slachtofferhulp. Oh, goed. Ook slachtofferhulp hoort erbij, mensen. Dames en heren, ook slachtofferhulp hoort erbij. Dat is één grote kabaal. Slachtofferhulp, veilig thuis. Nu is meneer Van Zanen. Oh ja, pardon. Ja, we hebben PTSS, autistisch, idiot savant. En ik ben gewoon sowieso verknipt hoor. Ik ben sowieso een beetje. Bij mij moet je gewoon goed opletten. En ik heb altijd wat te zeggen. Ik heb altijd wat te melden. Soms maak ik ook wel grapjes tussendoor. Maar kom altijd op het punt. Hier, lieve heren en dames. Dus, misschien dat je kunnen zien. Nou, ik zal het even voorlezen. Ik hier even mee. Ja, dus dit is het document. Dit is het document. Nogmaals, 25 juli 2017. Let goed op, lieve heren en dames. Lieve heren en dames. Ja, dus dit is het document. Ik probeer nu te lezen en mezelf te filmen tegelijk. Ha, dat lukt redelijk. Oké. Eisende partij, Schmid. Gedaagde partij, Jan van Zanen. Complexe zaak, veel betrokkenen. Ondergedaagde zijn regie. Ondergedaagde zijn regie. Corruptie, GGZ en participatie, subsidiekapers, lokale politiek betrokken, misstanden, marteling, geestelijk lichamelijk, misbruik dus, marteling, ja, en vele overtredingen, hoge corruptie en landsverraad. Ja, dus ik hoop dat jullie daar, ik stuur nog wat foto's, complexe zaak. Ik hoop dat het werkt op deze manier. In ieder geval, dit is het document. Lieve schat, dit is het document. Hier zijn aangiftes van mij. Hier zijn verklaringen. Ik heb nog meer verklaringen. Nog meer. Hier is ook weer een communicatie. 25-7-2017. Vijf daarvan. Communicatie 23 januari 2017. Ook communicaties. De oude, hier waar het allemaal begon. De eerste keer dat ze mijn leven in gevaar brachten. Vectas, de verslavingsinstantie, failliet. Die man is met het onderzoek. Vectas. Vectas verslavingszorg. Vectas. Klinkt als een slang. Nog een procesverbaalnummer. Hier, dit is ook ingestuurd. Er zijn geen foto's van de ruimte waar de mishandeling heeft plaatsgevonden. Poging moord. Ja. PTSS, het kwam in fragmenten terug. Hè? Omdat je als je zwaar trauma hebt, toen zijn ze.